Wesley is een van de meest getalenteerde enduro-talenten op dit moment in Nederland. Ik had eigenlijk een geweldige eerste dag in de EK achter de rug. We gingen de laatste ronde in met, samen met Kramer eigenlijk ging het er een beetje om hij of ik. En op het moment dat ik bij de enduro-test aankom, ging ik achter een rijder aan. En toen kwam ik op een bergweg uit, 1,5 meter breed, met een paar kappers erin. En daar reed ik elke ronde plankers overheen. En die ronde reed die rijder net voor mij op dat stuk. Dus ik ging eigenlijk gewoon iets van het gas af. Nou, en toen kreeg ik een kontwipper. En toen ben ik links het ravijn ingedoken. Toen ik eenmaal daar lag, toen... Hij kwam eigenlijk niet op adem, dus ik merkte wel meteen dat er iets met mijn long was. Mijn rug deed natuurlijk super zeer, die zwelde ook meteen op. Dus ik wist wel dat ik gewoon stil moest blijven liggen. Maar toen had ik daar, toch wel echt wel wat een kwartiertje gelegen. Toen dacht ik van ja, ze komen, er is echt niemand die me hier ziet. Toen heb ik nog geprobeerd om mijn helm naar boven te gooien, maar ja, je gooit niet zomaar je helm 10 meter in de lucht. Toen kon ik elke keer, als ik boven me keek, kon ik toch elke keer nog een helmpje voorbij zien komen. Toen wist ik dat nog één Nederlander, Robin Holtmeulen, die moest er nog komen. Toen heb ik mijn krachten gespaard dat Robin Holtmeulen kwam. En heel hard geroepen en toevallig dat hij mij hoorde. En die keek. Nou, die is tegen het verkeer ingegaan, die heeft hulp gehaald. Ik denk dat ik momenteel op 95% ben van vorig jaar. Ik heb de motor hebben we nu goed onder controle. We weten welke afstand dat we rijden en de vering, alles klopt nu. Het is nu gewoon een kwestie van veel weer rijden. Ja, ik heb enter gewoon een rampzalig enduro gehad. Dat was, ja, die was zo slecht, dat was een lot uit de loterij. We reden maar 4 proeven, nou, normaal rijden we er 12. Ik viel daar voor meteen 2 minuten op de kopman. Dus die wedstrijd toch gewoon punten gehad voor een 5e plek. Is goed genoeg, want na het seizoen begint alles pas. En dan hebben we natuurlijk al die wedstrijden achter elkaar. Ik denk met de Yamaha dat ik ook gewoon kampioen kan worden. Ik denk dat het gewoon een reële doelstelling is.